dat het geen monetair instrument is. Laten we dat heel duidelijk stellen, want ook tijdens de laatste conferentie in Sharm el-Sheikh is gebleken dat veel regeringen daar fouten mee maken en dat men denkt dat het gaat om instrumenten om de economie te stabiliseren, dan wel de inkomsten te verhogen. Het is een milieu-instrument. Wat betekent dat als het iets oplevert, dat wat het oplevert gestopt moet worden om de carbonuitstoot of in elk geval climate change te mitigeren of wat te beheersen. Wanneer we kijken naar het hele, in het afgelopen jaar, eigenlijk 2 jaar, zijn we continu bezig geweest met de fundamenten leggen om carbonverhandeling, om die stevig te kunnen cementeren, om die goed te kunnen implementeren, omdat het ook niet zomaar gaat. Guyana, de president noemde Guyana. Guyana is 20 jaar bezig. Ja, dus wij hebben wat dat betreft, denk ik, voor wat betreft de voorbereidingen, toch zijn we toch een stapje voor. Het is goed om uit te leggen dat er verschillende soorten zijn van carbon, zodat u goed begrijpt, en daar ga ik heel specifiek ingaan straks op wat u vraagt. Er zijn carbonkredieten die komen uit het bos. Ja, die noemen ze green carbon. Er zijn carbonkredieten die uit het water komen met zeewier, maar ook mangroven en dergelijke. Wat wordt genoemd blue carbon. En er is wat men noemt grey carbon. Dat is dus wat carbonkredieten die worden gegenereerd vanwege, zeg maar, uitstoot bij auto's, dat je die gaat mitigeren, vliegtuigen, noem maar op. En de bouw. Op al deze terreinen zijn er voorbereidingen gepleegd. Het vers zijn we op dit moment op het gebied van bos. Daar hebben we op dit moment, zoals u eerder heeft gehoord, hadden we een deal met Total. Total is op dit moment, en dat was de bedoeling, dat ze het eerste jaar de voorbereidingen zouden treffen. Wat betekent dat een projectenportefeuille wordt gemaakt, die wordt nu gesanctioneerd. Het moet nog door de board van Total worden goedgekeurd. Als het goed is, wordt het de komende 2 of 3 weken moet het worden goedgekeurd door de board van Total, waarna we aan de slag kunnen om die projecten uit te voeren. Dat is dus uit het bos. Voor wat betreft Blue Carbon is er ook een overeenkomst getekend met een groep die heet Pomeroen, die dus mangroven zal doen en dat we daaruit ook carbonkredieten zullen gaan genereren. Ik moet voor wat betreft de grijze sector, daar zijn er nu studies gaande, de introductie van elektrische auto's en een aantal andere zaken, over vliegkosten en dergelijke. Daar zijn we eigenlijk nog, hebben we nog een heel traject te gaan. Ik ga terug naar het bos. Daar zijn er 2 soorten. Dat van Total, wat eigenlijk te maken heeft met carbonkredieten die in de toekomst worden gecreëerd. En we hebben ook nog met Ernst & Young, een groep van Ernst & Young die nu in Suriname is, gaan we een beroep doen wat niet uit het Parijsakkoord komt, maar uit het akkoord daarvoor, waar we praten over vintage carbon credits. En die vintage carbon credits hebben te maken met het verleden. Wat hebben we in het verleden aan carbon kredieten kunnen opbouwen? Die moeten worden gecapitaliseerd op een gegeven moment. Maar dat komt niet zomaar. Er zijn een aantal institutionele zaken die Suriname nog in orde moet maken. En dat ene jaar met Total hebben wij gebruikt met middelen van Total om die projecten op te starten. Dus dat project van Total is niet sec een project om 50 miljoen te krijgen en dan, weet je, noem maar op te doen. Nee, de bedoeling is juist daar om het eerste jaar te gebruiken, om dingen in beeld te brengen, om die institutionele versterking, betekent wetgeving voor wat betreft de carbonkrediet. Als je dat niet weet, kan je niet doen. Je moet een systeem hebben voor benefit sharing, omdat wij dat geld niet kunnen nemen van welke bron dan ook, kan die overheid niet zeggen het is geld van de centrale overheid. Je moet doen aan benefit sharing. Anders lukt het niet, anders is het tegen al die akkoorden die we hebben getekend en geen enkele investeerder zal daarin stappen. Dus je moet een benefit sharing instrument hebben.
je moet een aantal zaken gaan regelen. Ik denk dat de kwestie van grondrechten ook zal gaan spelen. Al deze zaken die worden op dit moment, as we speak, de toezichthoudende organen, SBB, NIMOS en dergelijke, moeten in place zijn voordat je dit kan gaan doen. U heeft gewezen op een specifiek instrument. Uw benadering was eentje van schuldverrichting, debt for nature swap. Dat is het allereerste waarnaar we hebben gekeken toen we aantraden. En ik kan u zeggen, we hebben toen in samenwerking met het, de CARICOM Climate Change organisatie, hebben wij een clear-cut voorstel gehad, gepresenteerd door die organisatie, waarbij we zo zouden kunnen instappen in een arrangement om debt for nature swap te implementeren. Het voorstel is bekeken, ik weet nog de toenmalige minister van Financiën, minister Bibis, maar ook Lazar heeft hier naar gekeken. En de conclusie was toen dat debt for nature swap op dit moment voor Suriname niet opportun is. En toen niet en nu misschien moeten we nog opnieuw kijken. Waarom? Omdat het al die onderhandelingen over schuldherschikking, u weet toen spraken we nog van een haircut van 70% en al die herschikkingsonderhandelingen waarover de president het had, die zouden eigenlijk een debt for nature swap zouden al die onderhandelingen doorkruisen. Omdat we daar veel meer wilde hebben dan wat een debt for nature swap ons kon opleveren. Als je hem zo plastisch zou bekijken, een debt for nature swap zou je niet verder brengen dan zo'n 15% haircut. Wat veel minder is dan die 70%. Een tweede zaak die ik duidelijk wil maken waarom het zeg maar voorlopig in de koelkast is gezet, is omdat een debt for nature swap niet betekent dat je ruimte krijgt op je begroting. Omdat het niet zo werkt. Het werkt niet zo. Een debt for nature swap betekent dat je met de investeerders overeenkomt, dat zij daadwerkelijk je schuld betalen, maar de tegenwaarde daarvan moet op de begroting komen en het moet worden gekanaliseerd naar investeringen voor jouw milieu. Dus je komt niet af van de verplichting om iets te betalen. Je gaat ik zeg het vaak, Sinterklaas bestaat niet, ook niet met carbonkredieten. Het komt nooit gratis. Dus het zou niet betekenen dat we een verlichting zouden krijgen op onze begroting. Vandaar dus dat we hebben gezegd, één, we willen de onderhandelingen niet verstoren, dus laat dat ding zo, want anders zouden de schuldeisers, die zouden in principe op andere ideeën komen van wacht even. Ja, dus dat hebben we met rust gelaten en ten tweede, het zou niet veel opleveren. Vandaar. Er is nog een mogelijkheid, we moeten dat nog even uitwerken. Ik denk niet dat het opportun is om op dit moment haarfijn te gaan bespreken, want we moeten nog praten met name Ernst & Young. En als er inkomsten komen die eventueel vrij kunnen komen voor de overheid, want dat kan wel, dan moeten we daar even naar kijken. Maar vooralsnog is het niet opportun om nu al groots te gaan praten over de debt for nature swap. Dank u wel.